Hoi, mijn naam is Mickey en in dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe je gellak op je nagels zelf makkelijk kan verwijderen zonder je nagels te beschadigen. Nou, wat je allereerst nodig hebt is een nagellak remover. Dit is nagellak remover van de Poise. Zoals je hier ziet zit geen aceton in en van het merk Derlon. Volgens mij is dat gewoon een eigen merk van de Poise. Er staat hier opgeschikt voor kunstnagels, maar dat is eigenlijk niet nodig. Dus het maakt niet zoveel uit of er wel of geen aceton in zit, hoeveel aceton er dan in zit. En dit is gewoon 99 cent volgens mij voor een flesje van 125 milliliter, dus dat is hartstikke mooi. Je hebt watjes nodig, als je alle 10 nagels gaat verwijderen, 10 stuks natuurlijk. Ik gebruik deze clipjes. Hiermee kun je dus het watje vastzetten op je nagel. Dus de heb je eigenlijk geen aluminiumfolie voor nodig. En wat je vervolgens ook nodig hebt is een vijl. Dit is een vrij ruwe vijl. Dit is de 100 kant en dit is de 180 kant. Dus dit is de ruwe kant. Dat voel je ook wel met je vingers. Probeer de meest ruwe kant te gebruiken, maar wees wel voorzichtig. Want je wil niet vijlen op je natuurlijke nagel. Vervolgens gebruik ik ook nog deze vijl. Dit is een hele zachte. Dat zie je al wel hogere grit. Dat betekent dat het een zachtere vijl is. Dus hiermee ga ik aan het einde de nagel nog wat bufferen. Dat hoeft in principe niet als je hierna niet weer nieuwe lak aan gaat brengen. Maar het kan wel zijn dat er haakjes achterblijven op je natuurlijke nagel. En dan is het toch fijn om het lekker glad te hebben. En ik heb hier een nagelriemoliepen. Ik heb deze verpakkingen ooit online besteld. En hier zit gewoon pure jojobaolie in. En dit is wat ik zelf gebruik als nagelriemolie. Nou, wat je eigenlijk gaat doen is, ik ga het bij jullie even laten zien bij mijn duim. Nou, het was eigenlijk nog niet nodig bij deze nagel. Het zit er denk ik een weekje of zo op. Hey, je ziet al wat uitgroei, maar ja, hij zit er nog super mooi op. Maar voor deze video ga ik mijn nagel, opofferen. Wat je eigenlijk wilt doen is met de ruwe kant van de vijl wil je de lak eventjes kapot maken. Dat doe je zodat de aceton, de nagellak remover, kan inweken. En wat je dan eigenlijk doet is je zet de vijl dus recht op je nagel. Dus als je ook ziet wat ik aan het doen ben, ik hou hem eigenlijk zo. Dus moeilijk om te laten zien, maar eigenlijk vijl je zo. En daarmee ga je eigenlijk voorzichtig de nagellak stuk maken. De topcoat eigenlijk eventjes doorbreken. En wat ik eigenlijk meestal doe bij mezelf is zoveel mogelijk vijlen. Vijlen gaat gewoon veel sneller dan het weken bij jezelf. Dus ik probeer eigenlijk altijd zoveel mogelijk van het oppervlak te vijlen. Dat vind ik fijner werken, sneller werken. Je ziet sneller resultaat. En ik ga altijd wel aardig wat door. Je ziet ook dat ik enkele halen maak. Dus ik ga niet heel vaak heen en weer. Het vijlen kan namelijk best wel wat warmte van afkomen. Omdat je natuurlijk frictie creëert. En dat kan heel pijn doen. Dat is echt heel onaangenaam op je nagels. Zeker als je van jezelf wel wat dunnere nagels hebt. En ik zou het ook aanraden om elke keer van de ene hoek naar de andere hoek te gaan. Dus niet eerst deze hoek helemaal kaal vijlen. Maar gewoon een beetje heen en weer. Want als je te veel op één plekje vijlt en je let even niet goed op, dan zit je zomaar door de lak heen. En dan ben je misschien, zonder dat je het weet, op je natuurlijke nagel aan het vijlen. En dat is iets wat we niet willen. Dus we willen je eigen natuurlijke nagel natuurlijk zo dik mogelijk houden. Nou, en ik weet niet of jullie zien wat ik aan het doen ben met deze vinger. Maar mijn vel, mijn huid is hier best wel een beetje dik. En dat, als die vel daar langs komt, kan het best wel zeer doen. Je kan ook een beetje eelt gaan krijgen als je het vaker doet. Dus wat ik doe is, ik haal eigenlijk met die vinger, trek ik mijn vel naar achteren. Zodat ik er rustig langs kan zonder dat ik mijn huid eigenlijk irriteer. En dat doe je aan de andere kant ook. Met dezelfde vinger kan je best wel wat eraan trekken. Nou, zo ga je eigenlijk door totdat je ergens een stukje nagel een beetje begint door te schijnen. Ik
Kijk, nou moet je opletten, want als je goed kijkt, weet niet of je het kunnen zien, zie je dat daar een stukje door begint te schijnen. Ik ben nog niet op de nagel, want er zit natuurlijk nog een base coat tussen. En in mijn geval ook nog een verhardende gel, dus ik ben er nog niet. Maar dit is wel het moment waarop ik bedenk, ik stop daar met veilen, want ik wil gewoon echt niet mijn eigen nagel gaan raken. Dus dan ga ik daar eigenlijk alleen nog maar een beetje omheen veilen. En nu zie je hier, ook een stukje doorheen komen. Ik weet niet of jullie het ook zien, maar ik zit hier met het goede licht, zie ik het wel. Dus ik zorg ervoor dat ik die plekken waar ik al doorheen ben, dat ik die vermijd. Nou, en dan hoeft dus niet de hele nagel eraf te zijn. Dus ik vind het zo wel goed. Ik heb zo'n hoop weggeveild. Je ziet hier ook heel wat stof liggen. Dan pak ik een watje. En de nagellak remover. En je mag het watje best wel wat doordrenken. Dus er mag wel meer op zitten dan dat je nodig hebt om eigenlijk een normale nagel te verwijderen. Of een normale nagellak. Vervolgens doe je het clipje eroverheen. Zodat hij goed vast zit. Je zal ook wel voelen dat er best wel wat druk op zit. Het zit best wel strak zo. En als je wat grotere duimen hebt, je hebt misschien wat bredere vingers dan ik, dan kun je ook altijd nog proberen om je watje in tweeën of in vieren te knippen. Dus gewoon door de helft en dan weer door de helft. En dan heb je een kleiner stukje wat nog wel de hele nagel bedekt. Maar dan heb je niet meer dat die zijkanten hier ook allemaal watjes en zelfs een dubbel watje hier, omdat ik het dubbel heb geduwd. Sorry, ik zat uit het beeld. Dat je hier niet een dubbel watje hebt. En dan maakt dat je net iets meer ruimte hebt voor je duim om in het clipje te passen. Nou, wil je dus alle 10 of alle 5 je nagels je gel lak eraf halen, dan ga je nu dus verder bij de wijsvinger. Maar aangezien mijn lak eigenlijk nog niet verwijderd hoeft te worden, laat ik deze allemaal lekker zitten. En ga ik hem straks gewoon weer opnieuw lakken. Dit was even voor het filmpje. Maar dan ga je dus eigenlijk de stappen die je nu hebt gedaan om de duim zo ver te krijgen, ga je herhalen bij de wijsvinger, middelvinger, ringvinger en pink. En wanneer je klaar bent met de pink, merk ik altijd dat de duim lang genoeg heeft ingetrokken om daar de gellak te gaan verwijderen. Maar voor nu ga ik het eventjes gewoon laten intrekken. Ik neem daar nu even 5 minuutjes de tijd voor. Nou, zet ik gewoon even een timer van 5 minuten. En dan kunnen jullie precies zien hoe het na 5 minuten zijn werk heeft gedaan. Nou, het is nu 5 minuten later. Ik haal het clipje er voorzichtig af. En je ziet eigenlijk al heel mooi wat er aan het gebeuren is. Je ziet hier is een stukje omhoog gekomen. Het zit echt gewoon een beetje los. Ook hier langs de zijkantjes is het een beetje gaan bubbelen. En daaraan zie je echt heel mooi dat de lak een beetje los is gekomen. En wat je nu gaat doen is je gebruikt eigenlijk dit schrapertje om de lak er voorzichtig van af te schrapen. Ik ben er dus niet mee aan het hakken, maar ik haal hem gewoon heel voorzichtig eroverheen. Het is ook echt heel belangrijk dat je er niet aan gaat hakken. Als er een stukje niet afkomt, laat je het lekker zitten. Als je eraan gaat hakken aan je nagels, dan krijg je er alleen maar putten in en beschadigingen. En dat is helemaal niet leuk. Dat is niet wat we willen. Maar zoals je ziet, komen we met die 5 minuutjes intrekken toch ook al wel een heel eind. Nou, de randjes zijn vaak net iets moeilijker te veilen en langs te komen. Dus trek weer dat velletje een beetje weg als je er langs komt. Dit kun je trouwens ook heel mooi doen met zo'n houten stokje. Of je hebt vast wel zo'n manicure setje in huis. Daar zitten wel zulke soort dingen bij. Maar probeer niet te scherpe dingen te gebruiken. Dus ga niet met een mesje of zo aan de gang. We willen de nagels wel gewoon gezond houden, ook na het verwijderen. Nou, zoals je ziet zitten er nu gewoon nog 2 stukjes op. Een tip als je nu hier overheen weer gaat lakken en het is een donkerder kleurtje, dan kun je eigenlijk dit gewoon wel laten zitten. Stel je gaat hier met zwart overheen of een hele dekkende donkerblauw of donkerpaars of weet ik veel wat. Dan kun je dit gewoon laten zitten. De lak gaat er toch wel weer overheen, dus het maakt niet zo heel veel uit. En dat is vaak dan ook wat ik doe, want ik wil dan eigenlijk, die lak geeft nog wel wat echte stevigheid. En dan komt het er wel weer overheen. En dan de volgende keer, als ik wel een licht kleurtje wil, is het wel iets meer tijd om het te verwijderen. Als je ook nog dat stukje rook moet weghalen. Maar ik ben heel lui. Ik weet niet hoe jullie daarin zijn. Maar als je echt de lak nu wil verwijderen, dan raad ik je gewoon aan om hetzelfde watje gewoon nog een keer er even op te houden.
En hem vervolgens gewoon nog een minuutje te laten inweken. En dan, grote kans dat je dan wel het laatste beetje er vanaf krijgt. Dus dat gaan we nu even doen. Nou, ik heb het nu denk ik een minuut of zo laten intrekken. En dat gaat op dit moment al heel veel helpen. Kijk. Dat laatste minuutje maakt het net nog even een stuk makkelijker om nog die laatste rode stukjes en de laatste stukjes base coat en hard gel nog eventjes te verwijderen. Nou. Dit is waar we dan mee achterblijven. Die laatste twee stukjes rood. Nou, ik ga nog één keer langs. Nee, gaat niet weg. Ik wil er ook niet aan gaan hakken, dus ik laat het gewoon lekker zo. En ga ik er nog even met de lichte vuil overheen. Dat doe ik echt heel lichtjes. Op alle plekjes gewoon even rustig erlangs. En dan zie je alweer dat ook hier het rode alweer wat kleiner van wordt. Je kan er nog een beetje overheen gaan. Maar nou, probeer dat niet te veel te doen. Nou, dit is dus al prima als je hier zo weer nieuwe lak overheen gaat doen. En zoals je ziet, als ik nu even met een schoon watje met een beetje alcohol er overheen ga, dan is daar weer, voilà, mijn eigen nagel. Hij is weer terug. Kijken, wil die ook focussen? Ja, daar is mijn eigen nagel weer. Nou, en ben je nou wel zoiets van, heb je nou wel zoiets van, nou, die laatste rode stukjes wil ik wel echt weg. Probeer dan heel voorzichtig met de vuil alleen over die rode plekjes heen te gaan. En het is weg. Nou. Zo, dan heb ik het vuilsel. Geen scherpe randjes. En zo is je nagel weer helemaal schoon. Nou ja, wat ik dan daarna altijd even doe, aceton of ingrediënten die aceton vervangen, zijn over het algemeen niet heel goed voor je huid. Dus ik breng daarna altijd gewoon lekker veel olie aan. Niet alleen in je nagel, maar ook gewoon lekker op je nagel. En ook eronder, dat is ook belangrijk. Zo, lekker eronder. Nou, en dat laat ik dan altijd gewoon lekker even intrekken. Je kan ze nog een beetje inmasseren. Zo. En wanneer je nu nieuwe lak erop wil doen, zou ik het eerst zo even de olie in laten trekken. Daarna goed je handen wassen. En vervolgens schoonmaken met 70% alcohol of een wipe of wat je er ook maar hebt van het merk waar je mee werkt. En dan kan er weer nieuwe lak overheen. Ik hoop dat jullie dit filmpje behulpzaam vonden. En ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk duidelijk mogelijk aan jullie te laten zien en uit te leggen. Ik weet dat het heel veel werk is, maar ik hoop dat het goed is gelukt. En dat jullie de nagels niet hebben beschadigd en wel gewoon goed het gel-lak hebben kunnen verwijderen. En vond je dit filmpje jou leuk om te kijken? Wil je meer weten over gel-lak en nail art en andere leuke dingen, ga ik op dit kanaal laten zien. Abonneer dan even op dit kanaal en laat ook even een reactie achter. Like het filmpje even, daarmee steun je me ontzettend. Dus alvast bedankt en tot de volgende filmpje.